In de AD-misdaadmeter, die recent is gepubliceerd, stijgt Tiel van de 24e naar de 12e plaats. Woninginbraak, inbraak in schuren, autodiefstallen, autokraken, straatroven en overvallen zijn juist vormen van criminaliteit die in 2016 flink zijn gedaald. Het aantal zakkenrollen, bedreigingen, mishandelingen en vernielingen is juist gestegen. Burgemeester Beenhagger liet weten zeer verbaasd te zijn over deze stijging. Volgens hem heeft de gezamenlijke inzet van de gemeente, politie, OM en burgers juist bijgedragen aan het veiligheidsgevoel van de tilenaar.